Vince, je bent een geweldig Challenge Day leader. Dank je wel. Maar dat wist je zelf wel al. Maar je hebt natuurlijk nog een andere functie ook. Ja, dat klopt. Ik werk al 20 jaar voor de kappersketen Creatos. Mm-hmm. En eigenlijk was dat mijn eerste grote job en nu ben ik Challenge Day leader geworden. Totaal iets anders. Compleet iets anders, ja. Oké. Okay. En gaan jullie dan ook met Creatos iets doen met Rode Neuzendag? Want dat verwacht ik natuurlijk wel. Daarmee dat we hier staan, is. Ja, voilà. Inderdaad, Creatos, wat we gedaan hebben voor de Rode Neuzen, is wij hebben Belfius Bank uitgedaagd. Toch wel een van de grote sponsoren van Rode Neuzendag. Ja. En wij hebben eigenlijk gevraagd om Belfius om voor één dag kwetsbaar zich op te stellen ten voordele van onze Belgische jeugd. Dus wat gaan wij doen? Ja, het is heel pittig. Wij hebben 60 Creatos-kappers bereid gevonden om gratis en voor niks een dag te komen werken. En we gaan 100 mensen van Belfius een complete makeover geven. En die mensen die gaan sanderendaags, dus het wordt zondag 20 november gaat het door, en zij gaan sanderendaags zo op de werkvloer staan in de bank. Met een compleet nieuw kapsel, volledig nieuwe make-up. Er is misschien iemand bij zonder haar, waar we misschien een rode neus op zijn hoofd gaan verven. Ja. Maar eigenlijk om voor één dag kwetsbaar zich op te stellen naar jonge mensen. Dat is ons grote plan. En wat heel leuk is, je kan dus inderdaad via de website van Rode Neuzen kan je gaan kijken. De actie staat daar ook online. En ook natuurlijk via de website via Creatos en Belfius kan je dus gaan kijken. En je kan dus eigenlijk gewoon stemmen op die mensen. Dus het is de banken natuurlijk, dus ze hebben een paybutton gemaakt. Uh-huh. En je kan eigenlijk bedragen van 5 tot 10, 25 euro storten per deelnemer. En als hij zijn totaalbedrag binnen heeft, krijgt hij zijn totale makeover. En alle omzet gaat integraal die dag naar Rode Neuzen. Mooi. Wat een geweldig mens ben je toch. Kom hier, 12 knuffels per dag. Ja, dankjewel.